En daarnaast kon ik natuurlijk nog wel even mooi reclame maken voor het feit dat we 20 juni de Roze Zaterdag in Den Haag hebben. Ja, de 20 juni. Ik had altijd in mijn agenda staan het laatste weekend van de maand. Maar dat is dit jaar is dat anders. Ja. Dat vond ik een beetje raar dat we naar voren zijn verschoven. Of naar achteren, net hoe je het bekijkt. Nee, naar voren. Het is één week. Ja, nu naar voren, ja. Het is één week eerder dan normaal. Maar het is op 20 juni. Ja, normaal, ja. Op het lange... Nee, het is nu. Luister ja. Niet naar hem. Luister alleen naar mij. 20 juni, zaterdag 20 juni. Dan is op het Lange Voorhout de Roze Zaterdag. Dat wordt een groot spektakel en een groot feest. Het is de 30ste keer dat de Roze Zaterdag in Nederland wordt georganiseerd. Het is ook 40 jaar na de Stonewall rellen. Die toch een beetje worden gezien als het keerpunt in de homo-emancipatie. Zowel Bert als... Bert heeft daar ook iets mee. Ja, want Bert is... Zijn jullie bij de roze eigenlijk? We zijn allebei roze, maar... Dat heeft van Bert niet gedacht. Maar daarnaast, Bertie doet. Kijk, van hem wist ik het wel. Maar. Bertie is wethouder emancipatiezaken. Ja. Ik ben wethouder City Marketing Internationale. Dus het is big business, wordt dat dan? Dus het wordt groots aangepakt. We gaan het ook groter vieren dan ooit. Dus we hopen dat er heel veel mensen komen. In de week voorafgaand zijn er allemaal inhoudelijke thema's die zullen worden aangesneden. Dat komt ook allemaal weer terug dan op die zaterdag zelf. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Zaterdag 20 juni. De parade was niet meer, hè? De parade is voorbij. Nee. Klopt dat? En weet jij daar iets meer van? Nou ja, die gaat niet door. Nee, want het was dat werd steeds minder. Het was een zieligheid ook, die optocht. Dat heb ik begrepen. Ik heb het zelf ook waargenomen. Ik denk van nou, een paar mannen en een paar spandoeken. Ja, ik geloof dat dan moet iets leuks komen nu. Hè? We gaan nu echt anders te werk. We zeggen van rond het Lange Voorhout, daar wordt een grote manifestatie gemaakt. Allemaal eilandjes waarin de verschillende thema's aan de orde komen. We gaan het wat politieker maken. We gaan inderdaad langs de ambassades waar dat moeilijk is. Dus we gaan, zeg maar, de manifestatie zelf wordt veel belangrijker. En daardoor ook langer van dan alleen een optocht. Ja. Zullen we dit beschouwen als een soort vooraankondiging en dat we gewoon tegen die tijd even een waarschuwing krijgen? Komen we rustig hier weer even naar Den Haag, want Nederland is klein. Ja. En dan kunnen we daar kont van doen, want ik vind dat geweldig is natuurlijk. Want wij hebben een gigantisch bereik tegenwoordig, dankzij YouTube. Lijkt me een heel goed plan. En overigens kan ik nog zeggen dat mochten er nou mensen zijn die per se een parade willen zien, dan kunnen ze een week later op 27 juli kunnen ze naar de Veteranendag komen. Krijgen ze nog een parade erbij. Ja, want dat was geloof ik de reden dat we een week eerder zijn dit jaar. Nee, dat is niet. Oh, nee, niet echt. Nee. Nee, wat ons betreft had het ook prima tegelijkertijd gekund. Oh, maar dat had eigenlijk wel gekund. Ben daarin ze waren op bezwaren tegen. Den Haag is een vrij grote stad. Ik bedoel, je komt nee, wel uit Amsterdam. Nee, maar bezwaren tegen, toch? Dat was toch nou, serieus? Niet vanuit de gemeente. Nee, absoluut nee, niet maar vanuit van gemeente. Politie of zo, dat ze nee. Ja, wat een beetje moeilijk beheerst. Nee, nee, dat is ook niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Laat ik dat dan meteen... Ontkracht gelijk. Laat ik dat dan meteen ja. Ontkrachten. Dat, nee, dat maar was dus niet zo. Niet die 27e? Omdat de organisatoren van de Roze Zaterdag en de organisatoren van de Veteranendag het liever hadden dat zij als enige de grote activiteit zijn in de stad. Dat kunnen we begrijpen, daar werken we ook aan mee. Maar wat ons betreft had het ook tegelijkertijd gekund. Ja. Maar het is van 12 tot 28 juni zijn de Heek Festivals, dus het is 2,5 week feest. Ik zou er in ieder geval 20 juni zijn. Ja, dat bedoel, hoef je niet van tevoren te bellen enzovoort. 20 juni ben je er gewoon. Nee, maar goed, ja. Heb je nu iets met oude militairen en oude auto's, dan is dat dus, kan je een hele week boeken, begrijp ik. Ja, 2,5 week. 12 juni beginnen we met het Festival Klassiek. Het grootste klassieke muziekfestival van Nederland. Met onder andere op zaterdag... Ik had het Prinsengrachtconcert niet tegenop, ik hoor het al. Zullen we het hier maar mee laten? Onder andere een groot concert van het Residentieorkest op de Hofvijver. Op de Vijver? Ja. Ook iedereen welkom. We gaan allemaal komen. 12 tot 28 juni. Het is hier best gezellig in Den Haag. Leuk hè? We komen nog een keer terug. Ik zie je. We komen terug. Dank je wel. Hoi.